Vandaag hebben we de Weihnachtsgeschicht in part van die. Twee zijn daar weer, dan wil ik dat andere eng ook nog vertellen. Zo, vandaag het eerste eng. Elisabeth, de knijt in bed. Haar man schlägt zich op spatsteis in de stuf aan. Hij dacht, bid ze Emma nog voor een zin? Nu al deze jaren, want God ons toch bloß een zin gegeven had. Nu zijn we te oud voor Tjenga en du als China, de ons nomen, nu onze dood weer drehen wordt. Nu stond Elisabeth op. Zacharias vroeg haar, bidst du Emma nog voor een zin? Nee, zei Elisabeth, ik ben niet te oud om nog een kind te krijgen. Aber ik heb mij van dem Herrn zeer nu gefeilt. Ik heb hem gezegd, wo zeer ik hem gleich en dat ik hem gehorchen wil. Bitte bed van der ook voor mij, zei Zacharias. Van der is de wichtigste dag in mijn leven. Ik zie uiterwild om dat rugopfer en dat helde poort van den Tempel te brengen. Als Zacharias im Tempel nanging, dann wird het al ovend. Bieten vor dem Tempel stand eine graute Herd. Sie beten so als Emma. Zacharias ging in dat helde Poort nan. Dort will hij dat Rückopfer bringen en dan trägt nur dem Volk gun, am Ernt im Gebet te leiden. Aber plötzlich hier hij op met beten. Hij zag een Engel, ohne reichte sieht vom Altar stoen en hij verschrok zich zeer. De Engel zegt, ha keine Angst. Gott heeft deine Gebete en de Gebete van deine früh erhielt. Hij wird dir einen Sohn geben. Die sollen am Johannes nennen. Johannes wird dir viel Freude merken. Hij wird einer von den großen Propheten von dem Herrn sein en viele Menschen wollen sich durch ihn zu Gott bekehren. Am wichtigsten aber, hij wird das Volk für das Kommen von den Messias reut merken. Zacharias kon dat niet geloven, wat hij door Groots gehoord had. Dat is niet mogelijk, zei hij. Mijn vrouw en ik zijn te oud. Wie kan geen dingen meer hebben? Ik zei de engel Gabriel. God heeft mij geschickt, om die deze goede nieuwsgierig te brengen, zei de engel. Maar du wirst de nieuwsgierig niet geloven. Wenn du niet geloofd hast, wirst du so lang niet reden kan, wat dein Sohn geboren is. En zo plötzlich als de Engel die Kumbia, krijg zo plötzlich verschwanken waren. Zacharias blijft lang en dat helle Poort en de Lied wunderden zich al. Wat kon das passiert zijn? Als hij schließlich rüttelt, dan lüden de Lied, dat heute ernt reden wird. Aber hij kon niet reden. Hij wies de Lied met zijn hängen feit, dat hij niet reden kon. Zacharias blijft nog im Tempel, om zijn arbeid voorrecht te merken. Maar hij kan dat meis niet aufleuren, wat hij Elisabeth de goede Nachricht brengen kan. Als hij endlich naar huis kwam, schreef hij op een blad papier op, wie wollen einen Sohn kriegen. Elisabeth kan dat te eerst ook meis niet geloven. Aber der Werken in Monaten verging, in Elisabeth kann dort meist nicht aufhören, weil dort Baby endlich wird geboren worden. Elisabeth hat eine Nacht, wenn er durch Maria heit. Diese Jungfrau, die wohnt in der kleinen Stadt Nazareth. Sie sang viel mehr bei der Arbeit, die sei am Haus deut. Er gleicht die Gott, sang sei. Du bist so gut zu mir warst, dass du mir Josef gegeben hast. Ich gleich am Säuer in Bild war wie Kass han. Ein Tag, als der Gruß schaffen deid, dann merkt sie plötzlich, dass ein Engel in der Stuf stand. Sie gegrüßt, du Begnadigte, Gott ist mit dir, sagte der Engel. Maria verschrak sich, was kann der Engel nun bloß meinen? Hat keine Angst, sagte der Engel, Gott wird dich wunderbar segnen. Du wirst einen Sohn kriegen und du sollst am Jesus nennen. Er wird sehr groß in der Sohn Gottes genannt worden. Einen Tag wird Gott ihm den Thron von seinen Vorfahren David geben. Sein Reich wird niemals abhören.
Maria wist niet wat ze denken zou. Wat kon ik een baby hebben, ik zie nog niet bevriet? Zo vroeg ze den engel. Hij antwoordt haar, de Heilige Geest in de kracht Gottes woont Eva die kom. Dat baby wordt heilig zijn, de Zoon Gottes. Ook die nicht Elisabeth wordt aan ihrem huwen Allah nog een kind krijgen. Maria dacht er even na wat de engel gezegd had. Zij had God Emma gegleicht en aan Emma vertrouwd. Zij wist dat ik kon hem ook nu in deze überraschende gelegenheid vertrouwen. Daarom zei zij, ik zie een dienerin van dem Herrn en ik zie reid alles te doen wat hij van mij verlangt. Mag alles wat du gezegd hast passieren. Nadat de engel waren verschwangen weer, dan dacht Maria even na wat ze nu wil doen. Dan dacht ze aan Elisabeth. De engel had gezegd dat ik zij wil een baby hebben. Daarom zei ze te zichzelf, ik wil om mijn nicht Elisabeth gaan en haar bezien. Zo ging ze naar Judea, waar Elisabeth woont. Elisabeth vreed zich zeer dat Maria gekomen weer. De mama van den Zoon Gottes kan mij bezien, zei ze. O Maria, wat je zegt u over Bas? Maria en Elisabeth vertelden en vertelden. Zij hadden zoveel te vertellen. Elisabeth vertelde Maria van den engel, die nu ihr Mann Zacharias gekommen wäre. Hij had gezegd, je woont in Zeentrien en je zal am Johannes naan. Hij wordt wat ganz besonderes zijn. Hij wordt de Menschen zijn, dat zij zich voor het komen van den Messias merken zullen. 3 Monate lang bleef Maria bij Elisabeth. Dan ging ze weer aan het huis, wegen bald wo dat baby Jesus geboren worden. Nu werd het over de tijd gekomen dat Elisabeth een jongetje had, krijgt ze de engel gezegd had. Ihre vriend en haar vriendschap waren zeer glücklich over dat nieuwe geborene baby. Over Elisabeth en Zacharias, die waren dat allerglücklichste. Zacharias de jubelt voor vrede als dat baby geboren wordt. Nu kan hij weer reden, krijgt ze de engel gezegd had dat hij wil zijn. Krijgt dezelfde engel, de hoor ook met Jozef gereed over de geboorte van Jezus. God had Jozef im droom een engel geschickt en die had hem gezegd, ha keine angst, Maria, aus deine Frau te nemen. De Heilige Geist is op haar gekomen. Zij wordt een Zoon haben en du sollst am Jezus naan, wenn hij wordt zijn volk van ihre Sünden freimaken. In deze tijd kwam römische Soldaten in de stad Nazareth aan. Zij erklärten, wie haben eine Nachricht van den Herrscher van Rom. Jeder einer soll naar de stad gaan, van wo seine Familie stammt, en zich dort abschrijven laten. Josef wie nicht so glücklich über diese Nachricht. De Regierung wil bloß, dat wie meer geld holen, zei hij. Bitte dem merk ik mij zorgen über Maria. Zij wat bald een baby haben. Aber hij wist dat hij moest gehorchen. Zo zegt Jozef te Maria, wie moeten naar Bethlehem reizen? Ganz aruig antwoord Maria, wo soll ik reizen? En wat wordt dan met ons baby passieren? Dat kan oriënt een dag ter welt komen. Ik weet, zegt Jozef, ik mag ook niet aan al die vele kilometers denken, die wie bij Bethlehem reizen moeten. Aber wie moeten du haan? Wie moeten God vertrouwen, zegt Maria. Hij wordt met ons zijn. Albald waren zij op een weg naar Bethlehem. Kilometers en kilometers reisden zij. Josef dacht zichzelf, wann de Esel bloß Busia wiederkäme. Ein Tag verging, 2 Tage verging en 3 Tage verging. Wo weet es dat nog? Vroeg Maria. Ik zie onze meid. Dat is niet meer weet, antwoordt Josef. Ik kan al de lichter van Bethlehem zijn. Bald komen zij aan Bethlehem naar. Josef hier den Esel verlengde kleine Gas naar dat Gasthuis. Dan klapt hij aan de deur. De Gas wird de Mug de deur op en wie ook al voetsrei de deur waren hingen aan touw te merken. Aber Josef zei, bitte, ha je nicht oriënt een ruim voor ons? Wie haan ich mal für eine Person rühm, sei der Gastwirt. Dann sah er Maria, er gesagt,
want er gans treurig in meid uitzag. Hij zag dat zij beeld een tjent woed gaan. Daar is nog ruim am stol, zei hij. Toen is dat wings warm en dreig. Am stol, dacht Maria. God zien zijn kon doch nicht aan een stol te welt kom. Jozef wist wel een test Maria weer. Hij neemt gans naad er hond, dan gingen zij aan den stol naan. En dat diestere er tjaan Maria een krab met stro. Dat kon ons een badje doen, zei zij. Dat stro is rein en recht fris, zei Jozef, en verzag mij te spreken te reden. Ik zie vrouw dat ik bingelen ingepakt ha. Dan kon ik dat baby door met aanwikkelen, dacht Maria. On deze avond wil China door zijn om dat baby welkom te houden, plus de kie, ezels, pier en duven. En dan wordt God zijn zoon geboren. Zij noemden hem Jezus. De welt jammert zich weinig daarom dat het wichtigste van de Weihnachtsgeschichte groots passiert weer. God zijn zoon had den hemel verloten om op deze eer in een stal geboren te worden en de erlöser van alle mensen te zijn.